Hans, we hebben afgesproken om elkaar te tutoyeren. En ja, dat vind ik heel fijn. Mooi. Je bent filosoof en je bent publicist. En je houdt je vooral bezig met de invloed van de digitalisering op ons leven. Als ik het zo mag zeggen. Vorige week verscheen het boek wat ik hier in mijn handen heb. Het digitale proletariaat. En we hebben dat met zeer veel interesse gelezen. Ook op de redactie, lang over gesproken. Eerste vraag is, waarom nu dit boek? Omdat ik even op Piketty moest wachten voordat mijn boekje eraan kon komen. Dus ik stond even in de rij. En toen dat marxistische of neo-marxistische verhaal eenmaal goed geland was... Toen vond mijn uitgever het wel tijd dat ik ook met mijn boek wat kon gaan doen. Maar waarom nu? Omdat de urgentie van het probleem nu op dit moment heel groot is. Leg uit. Weggaat. Nee, leg uit. Waarom het probleem... Iben Moglen, een bekende mediaactivist en hoogleraar in de Verenigde Staten, die zegt ook van, we staan nu op een tweesprong als het ware. Hè. Worden we batterijen voor de machine of bewaren we onze waardigheid en autonomie? Hij meent zelfs dat dit de laatste generatie zou zijn die een keuze kan maken. En dat is misschien wat dramatisch gesteld. Maar het is wel natuurlijk ook zeker na Snowden duidelijk geworden... dat er op grote schaal met onze hoogstpersoonlijke gegevens... van alles en nog wat gedaan wordt. Ja. Hè? En dat er ook nu echt wel het moment is... omdat ik het idee heb dat ook het bewustzijn wel wat aan het kantelen is. Zeker sinds de ontboezemingen van Snowden. Dat het moment bewustzijn is, waarop, precies? Sorry? Het bewustzijn waarover? Nou, dat het probleem wat groter is dan privacy dan, alleen. Ja, ja. Dat het echt gaat over onze waardigheid, over de wijze waarop we onszelf, onze verlangens, onze wensen, onze gedachten... In hoeverre we die voor onszelf willen houden of in hoeverre die onderdeel van een industrie laten worden. En dus in die zin, het is niet precies zo getimed, maar ja, goed, ik voelde de urgentie al een tijdje. Ik heb er ook in mijn columns al vaak over geschreven. En sinds Snowden zie je ook onder zeg maar, de techneuten, de techies, een soort toegenomen... Een soort paniek. Paniek. Er is ook wel weer een zekere hoop. Het bewustzijn is er zo langzamerhand. Iedereen weet nu wat er gaande is, dus nu moet er ook doorgepakt worden. Maar wat is dan precies, of wie is dan precies het proletariaat? Dat zijn wij allemaal, zoals we hier aan tafel zitten. Meer of mindere mate. Hè. Dat hangt er een beetje vanaf hoe je jezelf beschermt... In de digitale werkelijkheid. En daar zijn wel van allerlei mooie toepassingen voor. Maar in principe zijn wij dat allemaal. Ja. Maar dan weet je wat er voor ons verenigen dan? Nou ja, er dient zich wat dat betreft wel een hele ouderwetse toe-eigeningsstrijd, marxistische toe-eigeningsstrijd aan. Het gaat uiteindelijk om wie heeft het beheer over de productiemiddelen. En het gaat nu niet meer alleen over onze spierkrachten, over onze kennis en kunde, dat maar het gaat echt over onze geesteskracht, over de industrialisering van de geest, noem ik het ook. Dus industrialisering van de geest, ja. Internationale moet herschreven worden in mentale zin, begrijp ik. Nou, of in nulletjes en eentjes misschien. Misschien is dat een idee, Maar misschien kan je dan toch mijn vervolgvraag al voorstellen. Namelijk, wie is dan de bourgeoisie? Nou ja, als je kijkt nu, dat zijn natuurlijk de mensen die het beheer hebben over onze data. Maar access, om het voor de mensen duidelijk te maken, bijvoorbeeld Access for All. Nou, dat is nu typisch een voorbeeld van een provider die wel vrij zorgvuldig omgaat, volgens mij, met onze data. KPN tegenwoordig. Precies. Nee, ik denk als je het hebt... Ze worden ook wel de paarden van de apocalyps genoemd. Dus Google, Amazon, Facebook en Apple. En dat is natuurlijk een enorm moloch. En ja, die hebben toch wel min of meer het monopolie op het beheer van onze data. Ja. Dus ja, je ziet dat er eigenlijk een klasse is van... of een elite is van supernerds, hoogbegaafde nerds en superondernemers... die als het ware de buit verdelen op dit moment... En als onze privégegevens uitmelken, verwerken... In een productiehal die voor ons onzichtbaar is. Dat is natuurlijk wel van belang. Hè? De industriële revolutie konden we nog zien, tenminste, wat er gaande was. En nu is dat aan het zicht. Ja. Het is een belangrijk probleem. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik wil het hebben over de differences en de samenesses, zoals dat wel eens heet. Wat is nou het verschil... Of waarin verschilt nou de fabrieksarbeider van toen... van de arbeider van nu, zoals jij dat veronderstelt? Nou, dan moet je allereerst zien dat we natuurlijk nu... niet meer in een productiesamenleving leven primair... maar in een consumptiesamenleving. Ja, en een consument is een bewustzijn met een verlangen.
En waar het de industrie in dit geval om gaat, is natuurlijk het vangen en kanaliseren van ons bewustzijn. Waardoor ze dus in staat zijn ook om dat verlangen te sturen. Dus een belangrijk, je zou bijna zeggen, fysiek verschil is dat toen wanneer de arbeider naar huis ging, dan had hij echt wel de beschikking over zijn tijd. Ik bedoel, misschien waren er allerlei dingen die hij moest doen en hij was misschien wel, hij leefde in grote armoede, maar hij had wel zijn tijd voor zich. Wij hebben als het ware nu die lopende band in onze broekzak zitten. Ja, in de binnenzak. Het is ook niet voor niets dat we in een tijd zitten. Elke tijd zijn eigen pathologieën. Individuele stoornissen verwijzen naar de gestoordheid van het geheel, om Marcuse even te parafraseren hier. Ja. En ja, het feit dat we grootschalige problemen hebben met onze concentratie, met aandacht, ADHD, dat soort problemen kan je natuurlijk niet loszien van de industrialisering van onze geest. Tegelijkertijd, dat is natuurlijk wel interessant, zie je ook wel een tegenbeweging, vaak denk ik onbewust. Het feit dat mindfulness nu enorm populair is, ja, daarin zie je al een soort vorm van meditatie, rust te krijgen. Een soort van aandacht, proberen te focussen van je aandacht, je te richten op één ding. Nou, ik zie dat is duidelijk volgens mij een reactie op die hyperactiverende doelrationaliteit die de industrie ons oplicht, waardoor we inderdaad digitale werkmieren dreigen te worden. Ja, nu wil ik niet flauw zijn, hè, maar ik denk je niet in tegendeel, maar is het niet, als je het over mindfulness hebt en zo en wat je beschrijft, zijn dat ook toch niet voorbijgaande trends? Ik bedoel mindfulness. Ik sprak daar 2 jaar geleden hier al over. Ja, nou ja. Bij wijze van spreken, snap je? Nee, natuurlijk. Dat zou kunnen. Maar 2 jaar geleden zaten we natuurlijk ook al midden in deze hyperactieve instrumentalisering van ons bewustzijn. Aha. Dus in die zin, het zal ongetwijfeld van voorbijgaande aard zijn. We zullen ongetwijfeld andere dingen gaan vinden. Misschien dat we weer massaal in volkstuintjes. Nou, dat gebeurt trouwens ook al. Gemeenschappen die op kleinere schaal met elkaar waarde willen creëren. En die hun data ook proberen voor zichzelf te houden. Dus er zullen ongetwijfeld ook wel weer andere manieren komen. Maar kijk, wat ik zeg, die industrialisering, die strijd om de geest, zoals ik het zie. Ja. De frontlinie daarvan. Het slagveld, dat is onze aandacht. Dus daar spitst de strijd zich volgens mij nu ook toe. Ja. En, er is wel eens gezegd, het is niet van mezelf, maar ik vind het wel een mooie uitspraak. Vroeger waren we met de media, we zijn nu in de media. Ja, er wordt ook wel het Rathenouw-instituut sprak ook over de intiem technologische revolutie. Dat vond ik wel goed gevonden. Ja. Omdat dat precies raakt dat die technologie steeds dichter op ons komt te zitten en letterlijk ook in ons gaat zitten op een gegeven moment. Ja, natuurlijk. Letterlijk ook, daar gaan we nu naartoe. Maar nu, jij gebruikt niet voor niets die marxistische terminologie. En dan ga ik even de andere kant op natuurlijk. Denk je niet dat gewoon ook in dit geval het marktdenken, dus gewoon het recht van de sterkste, zal ik maar zeggen, het gewoon gaat winnen? Gewoon omdat het niet anders kan. Nou ja, dat zou kunnen. Dat durf ik natuurlijk niet te voorspellen. Ik zie dat die beweging heel sterk is. Want ook na Snowden zie je dat er nog niets echt. Ik bedoel, er is wel een zekere bewustzijnsverandering. Maar men doet nog steeds alles via Google. En er is weinig werkelijk dat er een actieve daad van verzet volgt. Dat is mogelijk. Maar ja, wat hier natuurlijk wel op het spel staat. Als ik nou de marxistische leerstellingen volgen, dan zeg je dat er komt het idee. Uiteindelijk komt er als het ware een enorme accumulatie van geld. En heel weinigen zullen dan heel veel bezitten. Ja. En dat is niet uitgekomen. En misschien komt het hiermee ook niet uit, want er is een economische wet die zegt een groot bedrijf, hè, zoals Apple of Google, als je naar de beurs kijkt van 70 jaar geleden, van die grote bedrijven zijn er eigenlijk nu nog maar heel weinig over. De meeste zijn eigenlijk te gronde gegaan. Ja. Dus binnen 70 jaar bestaat Apple en Google helemaal niet meer. Nee. En is dat helemaal uit elkaar gevallen. Nou ja, dat valt te bezien. Dat zou eigenlijk precies dezelfde gang zijn als wat met de voorspelling van Marx is gebeurd. Ja. Het is natuurlijk de vraag of de geschiedenis zich altijd herhaalt in dit opzicht. En we hebben het nu over accumulatie van data ook voornamelijk. Ja. En je hebt, wat je nu op dit moment in ieder geval ziet, is dat die paar grote bedrijven dusdanig veel middelen en ook de slimme mensen aantrekken. Dat misschien dat Apple niet meer bestaat over 20 jaar. Maar het is niet uit te sluiten. Je kijkt nu ook naar die kleinere start-ups. Die worden vaak al toch wel heel snel weer door die grote ingelijfd. Ja, ook om de concurrentie tegen te gaan. Ja, want het monopoliedenken is natuurlijk wel enorm sterk, ook in Silicon Valley. Hè? Peter Thiel, de bekende durfinvesteerder, die dat ook expliciet aanhangt en zegt van dat is ook waar we naar moeten streven. Want dan kunnen we het verschil maken. Ja. Dus, maar neem jezelf.
zo'n dag als vandaag, voordat je hier kwam, wat doe jij dan digitaal? Nou ja, ik zit natuurlijk midden in de tijd dat mijn boek net uitkomt. Dus ik zit zelf ook op Twitter. En ik kijk met grote regelmaat, ook zeker deze week, merk ik dat ik enorm getrokken word door het medium. Om even te kijken of er wat gebeurt. Je checkt je e-mail, denk ik. Ik check mijn e-mail en van alles. Maar wat ik wel bijvoorbeeld heb, en dat is wel een aardige applicatie, dat is een Amerikaanse filosoof, Helen Niesenbaum. Die heeft een applicatie gemaakt en dat heet Track Me Not. En zij noemt het Weapon of the Week. En wat doet dat? Dat zendt de hele tijd fictieve zoekopdrachten naar de servers van Google of Yahoo, waar je ook zit. Waardoor je als het ware onzichtbaar wordt, waardoor je datasporen als het ware verdwijnen. Door andere opdrachten te geven, dus ze kunnen niet. Ja. Maar ik denk dan, straks krijg je dan reclame voor merkwaardige geurvreters voor apen. Ja, ik noem maar wat. Nee, de hoeveelheid data die verzonden worden, dat is dusdanig. Daar is echt helemaal geen chocola meer van te maken op een gegeven moment. Dat zal niet de oplossing zijn van het probleem waar ik op wil wijzen. Maar het is wel een teken dat ook denkers en techneuten samen dus die urgentie voelen van we moeten iets doen. Omdat dit komt te dicht op ons liggen, op onze ziel als het ware. Je hebt het in je boek, dat vond ik zelf interessant, over de mogelijkheidsmens. Ja. Wat is dat? Dat is de technologische mens. Hè. De technologie staat voor mogelijkheden. Staat voor een creatieve kracht waarmee we als het ware onze werkelijkheid kunnen inrichten, kunnen manipuleren, kunnen veranderen. Nieuwe mogelijkheden kunnen aanboren. En wat ik in mijn boek probeer duidelijk te maken, is dat de menselijke conditie een technologische conditie is. Dus de menselijke conditie, moet je me even uitleggen, dat begrijp ik niet. Nou, we komen eigenlijk ter wereld als invalide. Misschien moet je dat op die manier verwoorden. We hebben geen aangeboren kwaliteiten. We hebben technologie nodig om te overleven. En de Prometheus-mythe die verhaalt daar in feite ook over. En dat is die haal ik in mijn boek ook aan. Dus we hebben die technologie nodig. En je ziet, als je de techniekgeschiedenis overziet, dat we steeds verdergaand onze gebreken als het ware overdragen aan technologieën. Denk bijvoorbeeld nu aan, we zijn gewoon matig in staat om ons goed te oriënteren. Dus daar hebben we nu hele handige gadgets voor om ons daarbij te helpen. Ja. De beperking van onze invaliditeit geven we over aan de technologie. Ja, we hebben de technologie in handen gekregen als het ware om dat te compenseren, maar ook te maskeren in zekere zin. Ik ben briljant, maar dat komt omdat ik een chip in mijn kop heb die meteen aangesloten is bij Wikipedia en daardoor weet ik alles. Juist. Dat is een mooi beeld. Ja. Ja, dat spreekt tot de verbeelding. Precies, dat is mijn taak hier. Ja, dankjewel. Maar ja, ik denk ook wel, volgens mij noem je dat ook een cyberrealisme of een cyberrealist. Ja. Ik bedoel, wat betekent dat dan? Want daar gaat het bij ons ook om. Als de mens, wat jij dan beschrijft, nadenkt over alles wat hij kan worden en dan niet meer nadenkt over wat hij is, hè? Want we zijn invalide, zou ik maar zeggen. Dat moet dat toch ook morele consequenties hebben? Ik vraag me dan af welke. Want kunnen we die niet ook overleveren dan aan de technologie? Zou ik wel prettig vinden. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk ook al. Ik bedoel, kijk naar de manier waarop nu terrorisme wordt bestreden. Naar Charlie Hebdo natuurlijk de verleiding om onze data en algoritme alle potentiële terroristen in kaart te laten brengen. En wat je dan ziet, je kunt zelfs terroristen in kaart brengen die zelfs nog niet eens weten dat ze terrorist willen worden. Dus dat is prachtig, want dat ontslaat de politiek natuurlijk van de opdracht of de uitdaging om na te denken van, goh, wat zou nou de beweegredenen kunnen zijn van een terrorist? Wat zijn misschien wellicht oorzaken die we kunnen opsporen, waardoor we het probleem kunnen gaan tackelen? Dus je gaat nu alleen maar, dus dan, je besteedt zeg maar die normatieve, want politiek dat gaat natuurlijk over onze normatieve werkelijkheid. Ja. Die kan je aan data en algoritme uitbesteden. Schets mij het nadeel daarvan. Nou ja, dat is wel een belangrijke, dat is wel een aardige. Ik denk, kijk naar zorgpolissen. Hoe zorgverzekeraars nu al bezig zijn om kortingen te gaan aanbieden wanneer jij maar zoveel mogelijk data met ze deelt. Dus je krijgt dan een mooi bandje om. Dat is van Fitband heet dat. Dat is een soort enkelband, maar dan anders. En die meet alles aan jouw lichaam wat er maar te meten valt. Het aantal stappen wat je zet. Maar je kunt je ook voorstellen dat je op een gegeven moment technologieën hebt die ook kijken naar wat voor een eetje je tot je neemt. En die verzekeraars die zullen dan dat mooi vinden. En je deelt die data en je krijgt grote kortingen op je zorgpolis. Ze disciplineren je, dat wil je eigenlijk. Dat is de disciplinering. Grotere groepen mensen zullen in de verleiding komen om dat te doen. Dus zeg maar de vrijheid om
ondoelmatig te leven. Ja. Om een ronde pin in een vierkant gat te zijn, zoals Huxley dat mooi verwoordt. Die staat hier gewoon op het spel. Want ja, we hebben het nu over zorgpolis of zorgverzekeringen. Maar je kunt ook bedenken dat je op een gegeven moment een hypotheek wil afsluiten. Of levensverzekering. Ga maar door. Dus... Ik snap het probleem. Maar je kan dan volgens mij daar twee dingen tegen inbrengen. De eerste is, het kan altijd, je kan het altijd uitzetten. Dan krijg je weliswaar een hogere polis. En het tweede vraag die ik dan zou willen zeggen is... So what? Nou en? Wat maakt het uit? Nou, dat kan. We kunnen ervoor kiezen om te stellen van laten we naar een wereld gaan waarin we al onze beperkingen overstijgen. Dus onze zeg maar de fysieke beperking die we hebben, ruimte en tijd. Maar ook de beperkingen die we voelen met ons denken, ons willen, ons vermogen tot oordelen. Dat is allemaal heel, ja, dat is allemaal misschien wel veel opzichten bij heel veel mensen ook erg matig. Dat kunnen we allemaal gaan uitbesteden aan de technologie. Die keuze die gaat er inderdaad aankomen. Een soort Ubermens, waarin we als het ware werkelijk onze morele conditie kunnen overstijgen. Dus ja, dat kan. Het enige wat ik in mijn boek heb geprobeerd te doen is te laten zien van laten we nou voordat we die stap gaan maken, dus eventjes proberen te analyseren wat dat betekent en wat we dan weggeven. En de vraag te stellen, willen we dat ook echt? Ja, die vraag stel je zeker, maar geef zelf het antwoord. Dus wat wil jij? Het is duidelijk dat... Jij wil dat niet. Ik ben misschien wat dat betreft een romanticus. Ik geloof dat wrijving in ons bestaan van belang is. Dat het vermogen, het onvolkomene, dat ons bestaan diepte geeft, kleur. En ik voorzie dat we naar een werkelijkheid gaan die ook in de Circle wordt beschreven bijvoorbeeld, die heel eendimensionaal zal zijn. Die heel erg gladjes, soepel zal zijn, gemakkelijk, effectief. Het rendementsdenken, dat is natuurlijk ook iets wat... Een hele auto bijvoorbeeld, die gaat voor jou rijden. Zolang je niet rijdt, kun je rekening rijden. Dus iedereen weet precies waar je bent. De auto is al lang niet meer een object van vrijheid. Waar je gewoon een leuke vriendin tegenkomt en je roept... ga vanmiddag met me mee naar Parijs. Dat is niet meer, want... Je vrouw weet meteen waar je bent. Dus dat, zo gaat het gewoon met alles. De vraag is natuurlijk, is het erg? Dat is niet erg. Alleen, want die proletariër die in 1890 naar huis ging... die had geen kleren aan zijn lijf, die had niet te eten, die had... Daar kun je over discussiëren. Maar voor mij, de vrijheid om te handelen... Ja. Dat is iets waar ons handelen is intrinsiek onvoorspelbaar, onomkeerbaar ook. Hè? En je ziet dus dat men altijd zich het hoofd heeft gebroken over de vraag... hoe kunnen we de menselijke kudde zo temmen dat ze ons niet meer voor onvoorziene verrassingen stelt. Ja. En ja, dat zag je al bij Plato, bij zijn ideale staat. Dat zie je natuurlijk bij de grote tyrannieën die we later in de 20e eeuw krijgen. En als je het radicale maakbaarheidsgeloof ziet wat er in Silicon Valley heerst... Ja, dan is dat vind ik toch wel enigszins zorgelijk. Hè? Dat digitaal despotisme, zoals ik dat noem. Ja, maar je doet nou net of ze allemaal Nietzsche lezen daar. Nee, maar misschien hebben ze een implantaat waarin Zarathustra tot ze spreekt. Want die indruk krijg ik wel soms als ik zo hoor wat de geluiden daar zijn. Ik haak even aan op wat je daarnet zei. Misschien ben ik wel te veel een romanticus. Maar geloof je ook niet te veel in de... ik zou bijna willen zeggen in de maakbaarheid zoals we dat in de jaren 70... Nee, juist niet. Daar geloof je juist niet in. Nee. Daar ben ik juist zo bang voor. Dat we in die digitale mal van Silicon Valley... met z'n allen als docile datasubjecten in rij... Maar goed, je bent nu bang dat die maakbaarheid echt bestaat. Terwijl in de 70 jaar bleek dat die maakbaarheid... gewenst was, maar helemaal niet bestond. Nee, maar toen hadden we niet... Dat is een groot verschil. Dat is een groot verschil, maar de technologie schrijdt voort. Het internet der dingen zit eraan te komen. Dus dat is een hele samengeklonte beestenbende van slimme apparaten... die met elkaar communiceren, met ons, binnenshuis, buitenshuis. Ja. Dus de alomvattendheid en subtiliteit van de mogelijkheden om ons te sturen... ja, die zijn niet te vergelijken met wat er zeg maar 30 jaar geleden of 40 jaar geleden gaande was. Dus dat is echt wel een wezenlijk verschil. Ja. Maar daarin zeg jij, want we moeten naar het einde van het gesprek... daarin zit eigenlijk ook de oplossing. Ja. Namelijk dat de hulptroepen die wij aan kunnen aanroepen... dat is eigenlijk de technologie zelf. Ja, dat is het eerste aanknopingspunt. Hè? En wat nu dat kunnen we dan rondmaken met die Track Me Not app van jou? Bijvoorbeeld. Wat een voorbeeld is van... Ja, het zal niet de oplossing zijn, maar wat we wel nodig hebben... is inderdaad geëngageerde nerds die voor ons technologieën maken... waar we zelf weer de baas zijn over wat we willen, kunnen en denken. Nou, je begrijpt dat het boek bij ons enorm veel discussie heeft opgewekt. Mooi. Ben je eigenlijk optimistisch of pessimistisch gestemd over de toekomst? Nou ja, gematigd pessimistisch, kan dat? Ja, kan. Ja, vinden we. Oké. Okay. Ja, ja.
Nou, ben ik ook, dus dat is goed. Nou ja, goed. Mag ik je heel hartelijk danken, dames en heren. Hans Nietzeler. En het boek Het Digitale Proletariaat is verschenen bij uitgeverij De Bezige Bij.